Ik ben gevraagd om iets te vertellen over de moeilijkste geschiedenis. En ik heb met name gehad over de moeilijkers als ethnic soldiers. En hoe eigenlijk in de koloniale tijd over mensen in Indonesië gedacht werden. Tot bijzondere militairen werden uitgeroepen. Een beetje het leger ingemanipuleerd en vervolgens aan de kant gezet. Het gaat over wereldgeschiedenis. Ik denk dat het goed is om ook een stukje van die te laten zien van hoe die koloniale tijd in elkaar zit. Ja. En door dat moeilijkste verhaal kan je, als je dat dus laat zien, ook gebruik maken van een aantal bronnen die in de tijd gebruikt werden door de koloniale overheid. Kun je ook laten zien hoe er in de koloniale tijd gedacht werd. Molukkers werden eigenlijk gezien als een soort extra dichter bij de Nederlanders. En omdat ze christen waren. Maar er was ook een soort indeling van, ja, het zijn heel goede infanteristen, terwijl anderen die drinken meer. Molukkers vonden ze trouwens ook veel drinken. Dus Javanen zijn luier, al dat soort elementen zitten daar dan in. Ja. En in feite is het dus een manier om de koloniale verdeling en heerspolitiek te gebruiken. Ja, want hoe heeft dat doorgespeeld na de beëindiging van het kolonialisme van Nederland? Nou, dat was een van de redenen waarom een deel van de Molukse militairen die nog niet terug waren op de Molukken naar Nederland is gekomen. Omdat zij anders gevaar liepen in Indonesië en dus zijn ze door Nederland naar Nederland gehaald. En als gevolg dat ze dus hier nog steeds zitten. Maar wat je zei over de Molukkers, dat geldt ook voor West-Papua? Nee, dat geldt niet voor West-Papua, omdat West-Papua veel later, laten we zeggen, ingelijfd werd in die kolonie. En dat was ook de reden waarom tijdens de hele dekolonisatie onderhandelingen tussen 45 en 49 West-Papua buiten de onderhandelingen werden gehouden. En ik denk dat eigenlijk wat later bij Papua is gebeurd, dat is eigenlijk een beetje op hetzelfde niet schrijnend is geweest, omdat Nederland, die dus haar koloniale positie wilde op een of andere manier blijven behouden, op een gegeven moment in 1961 zei van, nou gaan we jullie in de richting van onafhankelijkheid. Je krijgt een parlement, je krijgt een vlag, een volkslied. En een jaar later werden ze overgedragen aan Indonesië. Ja, dus die zijn heel slecht vanaf gekomen. Ja. 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 Okay, en hoe kunnen we dat nu wegzetten? Heb je daar een mening over? Het grote probleem is dat je al heel veel verder bent en dat je internationale politieke verhoudingen, die zijn heel ingewikkeld omdat je met internationale bewegingen te maken hebt. En dat, je ziet dat er soms in Nederland wel steun is ook voor Papua's en ook, er ook wel onderzoek is, bijvoorbeeld zoals door Droogleven. Pieter Droogleven, maar dat die vervolgens dan weer niet door de Nederlandse overheid werd aangenomen, het onderzoek, omdat ze daarmee zich in de vingers zouden branden, omdat ze dan de relatie met Indonesië niet zouden, of zouden kunnen bemoeilijken. Ja. Oké, het ging vandaag heel erg over geschiedenis, bronnen begrijpen. Maar de uitnodiging las ik dat je ook met mondelingen geschiedenis van Indonesië en Indonesiërs bent bezig geweest. Ja. Kan je daar ook nog iets kort over zeggen? Ik heb tussen 1997 en 2001 hebben wij 724 mensen geïnterviewd over hun tijd in India. Okay. En in India, ik moet eigenlijk zeggen in de Indonesische archipel. Er waren dus ook mensen die, we hebben ook een aantal mensen gesproken die tot begin jaren 60 in Papua hebben gewoond. Dus 2800 uur opnames. Okay. Het is ooit één project geweest en op dit moment, en ik heb interviews gedaan met Molukse kneelmilitairen. Ja. En op dit moment doe ik interviews met mensen die tussen 45 en 50 in het conflict Nederland-Indonesië hebben gezeten. Zowel in Nederland als in Indonesië. En hoe is dat om al die mensen te spreken? Bijzonder. Ja. Bijzonder omdat het ook natuurlijk ondertussen wel kwetsbare oudere mensen zijn geworden. Ja. Oké, maar zijn er bepaalde verhalen die heel erg zijn bijgebleven? Of? Nou, wat het belangrijke ik vind van deze van die oralisten hier, van die mondelinge geschiedenis, is dat het de menselijke maat in de geschiedenis brengt. Ja. Dus we kunnen praten over het conflict tussen Nederland en Indonesië. En dan heb je een zogenaamd groot narratief, een groot verhaal van hoe Nederland er tegenaan kijkt in Indonesië. Als je dan met de Indonesische veteranen spreekt, of de Nederlandse veteranen, of de Nederlandse Indische Nederlanders, dan
zijn dat allemaal belevenissen die veel meer op elkaar lijken. En dat vond ik, een ander heel mooi project, dat heb ik niet zelf gedaan, maar daar ben ik indirect bij betrokken geweest als adviseur. Er was een boek geschreven over, op basis van interviews met Nederlandse bestuursambtenaren in Nederlands Nieuw-Guinea. En toen later hebben een aantal mensen interviews gedaan met Papua's die in die periode voor de Nederlanders werkten, of eigenlijk in die koloniale periode, zeg maar in de administratie nog, voor de regering of de lokale, werkten. En toen dacht ik, kijk, dat is heel goed, want dan krijg je ook de belevenis van de Papua's zelf erin. Waardoor je het niet alleen maar die bekende verhalen van die witte Nederlanders zijn. Ja. En wat doe je met al dat materiaal? Compileren jullie dat ook? Of? Er zijn meeste van dit soort materiaal, dat wordt sowieso integraal bewaard. Ja. Dat is dus zodat ook in de toekomst mensen daarnaar kunnen luisteren, daar kennis van kunnen krijgen. Ja. En het vindt zijn weg naar publicaties, boeken, tijdschriften, artikelen. Ja, maar alleen echt wetenschappelijk of ook populair? Nee, ook populair. Ja, oké. Waar kunnen we het vinden? Op heel veel plekken. Ja, nee, oké. Ja.